Via het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassade vandaag $300.000 geschonken aan het ministerie van Justitie en Politie voor antinarcotica operaties van het KPS en het financieren van operaties in het kader van witwassen en gerelateerde financiële delicten. De getekende overeenkomst is in het kader van de implementatie van het Caribbean Basin Security Initiative, CBSI, dat een partnerschap is tussen de Verenigde Staten en het Caribisch gebied voor het verhogen van de veiligheid in de regio. Het gaat om het nemen van gemeenschappelijke initiatieven om de illegale handel te verminderen. Dat altijd al een uitdaging is geweest, zegt BUSA-minister Albert Ramdien. Het aspect van veiligheid is belangrijk voor ons. De verschillende trainingsprogramma's zoals minister Amoxie heeft uiteengezet zijn belangrijk in termen van capaciteitsversterking aan onze zijde. Maar het creëert ook een relatie met de law enforcement agencies in het buitenland. En dat helpt ons als land ook aantrekkelijker te zijn voor investeerders wereldwijd. Veiligheid is belangrijk, onderdeel van het proces. Maar tussen de Verenigde Staten van Suriname en de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Suriname bestaan samenwerkingsverbanden met de USA op verschillende andere plaatsen. Deze overeenkomst vloeit voort uit een eerder getekende memorandum of understanding, waarbij er reeds $25.000 was gedoneerd, zegt de US ambassador Karen Williams. Minister Amoxie geeft te kennen dat de Verenigde Staten een heel belangrijke partner is voor het ministerie. We work together across the Caribbean and very pleased with this relationship with Suriname and the focus on law enforcement cooperation. But we work across the Caribbean to ensure that the region remains free, stable and democratic. The Caribbean Basin Security Initiative reduces illicit trafficking, increases citizen security, and promotes crime prevention. The U.S. is committed to confronting criminals head-on. The deepening U.S. engagement with Suriname to advance regional security cooperation and ensure stability and prosperity has been a cornerstone of our relationship since the Santoki administration came in. The cooperation on narcotics control and law enforcement between the ministry and the embassy intensified over the last 2 years. This program aims to organize training courses for police personnel, penitentiary officers, and other ministry personnel. Ramdien zegt dat het veiligheidsaspect van ons land zeer belangrijk is, want dit zal leiden tot het aantrekken van betere investeerders.